Hallo, ik heb destijds heb ik Koop bij Vrienden opgezet op Facebook. Je hebt Koop bij Vrienden NL voor het hele land. Dat is voor winkels en marktkramen en kleine ondernemers vooral. En van daaruit kon je dan per telefoongebied, dus Koop bij Vrienden 030 voor Utrecht en omgeving, kon je dan weer verder kijken naar wat er specifiek in dat telefoongebied beschikbaar is aan aanbod. Nou, dat heb ik nu opgevolgd met Koop bij Boeren NL voor ook weer het hele land, om dan van daaruit weer naar kleinere regio's door te gaan om te kijken wat dan specifiek in die regio beschikbaar is. Boeren bieden ook aan wat dan heet consumenten, dus mensen direct kunnen aardappelen, kaas, kersen kopen bij een boer. Soms is dat gewoon een kratje langs de kant van de weg met fruit erin of vruchtensap, appelsap. Tot aan complete boerderijwinkels waar echt de zaak goed georganiseerd is aangepakt. Nou, van dat laatste gaan we vandaag een voorbeeld zien. We zijn hier bij Geertjes Hoeve. Dat ligt tussen Vleuten, Haarzuilen, net buiten Utrecht Maarsen. Geitenboerderij. We gaan even naar binnen om te kijken wat ze hier hebben. Nou, Geertjes Hoeve is een geitenboerderij. Dat klopt. Ja. En jullie hebben uiteraard geitenkaas. Ja, zeker. En is dat het enige of wat hebben jullie nog meer? We hebben geitenkaas van onze eigen boerderij. Daarnaast verkopen we ook de melk van eigen geiten. We hebben vlees van geiten en varkens. Dat is ook van boerderijen vanuit de buurt, hè? Ja, we hebben verschillende producten zoals koeienkaas. Die komt niet van ons, die komt van een lokale boer. De appelsap is lokaal vanuit Utrecht, net zoals de biertjes. Ja. En verschillende thee- of snoepsoorten die zijn ook van lokale producenten. Dus eigenlijk, jullie hebben eigenlijk alles, behalve brood dan? Ja, we hebben wel brood mixen, nou, maar je moet nog wel zelf iets verdienen. Nou, prachtig, ja. Zeg.